kijkers en leuke kijkers naar zo'n goed nieuwe video. Mijn naam is Jarne en we gaan nu een spelletje spelen. We zitten namelijk ergens in een wereld gedropt en dan moet je raden waar ergens in de wereld we ergens gedropt zijn. Nou, als we denken waar we zijn, moet je dat aanduiden op de kaart. Maar we zijn nu net hier ergens zijn we ergens geland. Dus ik heb totaal geen idee. Het is een en al groot bos, zie ik al. En hier is even een weg, maar ja. Ik denk dat het toch wel even geregend heeft ofzo, want het is hier toch wel een beetje overal nat. En daar is misschien een bord, misschien kan ik nou ook wel lezen. Ah, hier ziet het. Ja, ik denk dat het ergens iets in Rusland ofzo moet zijn ofzo, ik heb geen idee. Maar, ja, we zullen wel zien. We gaan even de lange banen weer volgen, want de banen ziet er wel best wel lang uit. Ja, de baan blijft maar doorgaan. Dus het moet hier ergens denk ik wel in Rusland zijn. Denk ik. Want dat bordje was denk ik toch in de Russische taal, want dat kon ik niet lezen, maar het was denk ik iets Russisch. Ik moet zeggen dat het best wel een mooi bos ziet en het ziet er toch wel redelijk tof uit. Alleen ja, misschien het zal waarschijnlijk toch een tijdje duren, want voor we ze een huis of zo zullen tegenkomen. Gewoon een gokje maken. Ik gok dat we hier zijn. Ah, we zaten er eigenlijk volledig naast. Maar we zaten wel in het goede land. En waar zijn we nu? Ah, nu, vorige keer konden we maar geen huis vinden. Nu vinden we al direct een hele hoop huizen. En ja, het is hier is ook wel een rode auto en een paar verkeersborden. Maar voorlopig weten we nog helemaal niet waar we zijn. We hebben een bordje met taxi. En een paar mensen in. Oeh, dat ziet er zeg maar, toch wel iets leuk uit. Hier is zo'n soort van brug. En tegelijkertijd is het ook zo'n soort van gebouw. Maar we gaan gewoon verder gaan. Even wel zien wat er op het bordje staat. Ik denk dat we ergens in Polen of zo zijn. Zou misschien wel kunnen. Ja, ik ga ergens op Polen gokken. Maar moeten we wel even. Ik ga gewoon een gok doen en ik gok bij Warschau, ergens in de buurt. Ah, we zaten weer in het juiste land. Alleen de eerste keer weer de verkeerde locatie in het land. Maar Polen was wel een goede gok. Dus nu naar de volgende ronde. Hier is ook al wat natuur en tegelijkertijd ook weer wat huizen. Ja, het is nogal heel erg bewolkt, zie ik. En hier een tof rood punt. En oh, dat is goed dat ik het hier even tegenkom. En ja, dat was, waarschijnlijk is dat weer ergens in Polen. Ergens, dus we gaan weer in de buurt bij Warschau gaan. En ja, het was inderdaad weer Polen, maar nogmaals zijn we voor compleet fout. Want ja, het was een andere plaats in Polen. En ja, dit is waarschijnlijk sowieso geen Polen meer. Dus waarschijnlijk is dit geen idee, maar we hebben momenteel vinden we nog geen enkel huis of zo. En ik betwijfel of we er ook wel een zullen vinden. Anders moeten we toch wel heel lang moeten blijven zoeken, denk ik. Gok op ergens in Zuid-Afrika of zo. Ah, het is Australië. Ja. Oh, waar zijn we nu? Dit wordt wel een moeilijke, denk ik. Eigenlijk is het altijd wel moeilijk. In Oekraïne, dat kan ook. Dus laten we een keer misschien voor Oekraïne gaan. Wow, oeh, is het toch wel ergens. Ah, dus een. Dus bij de grens. Net niet in Oekraïne, dus toch steeds in Rusland. Maar ja. We zaten er. We zaten er eigenlijk wel wat wel mee hoe ver we ervan liggen. En. Ja, dit was het spel. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En geef deze video ook een like als je meer van dit wilt zien. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei.